Officier van Justitie Cynthia Klein heeft 4 jaar celstraf geëist tegen het ex-directielid van de Centrale Bank, Farhanas Housil. Ook zou ze 100.000 SAD moeten betalen aan de staat. De openbare aanklager zei vandaag dat het duidelijk bewezen is dat Housil schuldig is. Ze zou samen met gewezen minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, en ex-Centrale Bank-governor Robert van Tricht hebben meegewerkt aan verschillende strafbare feiten. Advocaat Merwin Dubois zegt vooralsnog geen uitspraak te willen doen over de strafeis. Ik ga geen waardeoordeel geven aan die 4 jaar, want ik geloof nog steeds dat in deze mijn cliënt onschuldig is. Dus ik ga zitten om van mijn zijde de onschuld naar voren te brengen. De officier heeft middels haar inquisitor de schuldpositie van mijn cliënt omschreven. Nu ligt het aan mij om de onschuldpositie te gaan beschrijven. Dubois zegt dat hij in zijn pleidooi zal motiveren waarom zijn cliënt niet achter de tralies thuis hoort. De raadsman zal ook ingaan op de motivering van de officier dat Housil heeft deelgenomen aan strafbare feiten gepleegd door publieke functionarissen. Totaal niet. Dat kan ik nu alvast zeggen dat ik me helemaal niet terug kan vinden in hetgeen in het requisitor is opgenomen om de schuldpositie van mijn cliënt te beschrijven. En op grond daarvan ga ik dus nu zitten op het materiaal en dat vergelijken met het requisitor om te kijken als ik een andere overtuiging kan overbrengen. De officier zegt dat het overduidelijk is dat Housil samen met Van Tricht, ex-directeur Guinmardo Cromosuto van de Surinaamse Postbaarbank en ex-minister Hoefdraad de plannen had beraamd. Volgens de openbare aanklager wist Housil dat er een onderzoek gaande was tegen Cromosuto en ondanks dat heeft ze toch met hem samengewerkt.